Ja, dat was een berichtje van Omroep Brabant. Dus dan moet ik toch even Omroep Brabant pakken om het helemaal te kunnen lezen. 7200 extra opvangplaatsen voor vluchtelingen nodig. Gemeenten moeten zelf bedenken hoe. Ja, die berichtjes dus, die extra berichtjes van Brabant, die krijg ik automatisch binnen. Ik hou dus wat dat betreft alles bij. Ook het weer. De agenda heb ik hierop staan. Financieel dus, maar ook Instagram. En ik heb ook nog de Twitter. En afvalwijzer. Wanneer men dus afval ophaalt hier, in dit geval dus de gemeente of het dorp Esbeek, dan krijg ik een dag van tevoren een berichtje van die of die afval wordt erop gehaald. Dan kan ik hem op tijd buiten zetten. Toen mijn kleinkinderen begonnen met de telefoon en dit, dacht ik, nou moet ik wel oppassen, want ik moet mee kunnen met die jongelui. Ze sturen foto's, ze sturen dus iets waar ze zijn, wanneer ze uitgaan en afijn, al die dingen natuurlijk. Dat is ook gezellig. Om ze op deze manier ook te volgen. Ik heb vroeger gewerkt met de waterleiding. We hadden ooit storingsdienst. En ik ben begonnen dus met een kastje zo. Met een antenne erop. En uiteindelijk had ik zo'n ding hier in mijn zak. Dus die tijd heb ik ook helemaal meegemaakt. Ja. Ik blijf op de hoogte. Van alles dus via Facebook, maar ook contacten dus via WhatsApp is heel aantrekkelijk, zeker op onze leeftijd. Dus de nadelen zijn er natuurlijk ook, want het is wel dikwijls zo als er een stel bij elkaar zit. Iedereen zit dus dan op een gegeven moment met dat ding. Ik probeer hem zoveel mogelijk weg te houden in mijn zak. Maar vooral bij de jeugd zie je dat dus heel erg. Dus, maar dat merk ik zelf dan ook. Ik wil zeggen, als ik op een gegeven moment dus dat ding thuis heb liggen en ik ga het 3-4 keer naar mijn binnenzak om dat ding te pakken, is ook een teken dat ik hem echt mis dan. Hier heb ik een bericht van de wijkagent dat er een inbraak gepleegd werd en was in Hilvermbeek. Nou, en die lees je natuurlijk en wie weet komt hem tegen. Hè. Er is in ieder geval dus die groep die, die zit in Hilvermbeek ook. Biesthoutakker ook, denk ik. Die de politie dus uitzendt en die dan naar verschillende mensen dus doorstuurd wordt, die het hem dan eigenlijk rondsturen eigenlijk. Die dingen krijg ik ook binnen. Maar ja, ik ben blij dus dat ik dat allemaal doe. Ik ben 85, hoor ik over een maand. Dus op deze manier dus hou je toch veel contacten. Ik ga gewoon verder en komt er iets nieuws, ja, ga ik het ook weer proberen. Zolang als ik kan, dus. Ja, waarom niet? Want je moet gewoon bijblijven, zeg ik.